Zijn we kankercellen straks te slim af? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik krijg hem niet open. Oké, daar gaat hij. Dit zijn radioactieve nanodeeltjes, of dat waren radioactieve nanodeeltjes. Weten jullie dat radioactiviteit heeft verval? Het kan heel lang duren, net zoals in Tsjernobyl. Maar wij werken met radioisotopen die snel verval hebben. Een maand geleden was dit radioactief. Ik kan u laten zien, ik heb een iPhone-applicatie, het is een Geiger-teller. Kan ik u laten zien dat het buisje niet meer radioactief is. Even aanzetten. Als je lang uit de buurt blijft, is er niks aan de hand. Ik ben een doorgewinterd scheikundige, dus voor mij maakt het toch niet meer uit. Nou, u zult begrijpen dat ik u voor de gek aan het houden ben. Maar dit buisje bevat nanodeeltjes die een maand geleden echt nog radioactief waren. Even kijken. Die waren gelabeld met een radioisotoop van het element zirconium. En zirconium heeft een vervaltijd, een halfwaardetijd van ongeveer 3 dagen. Dat betekent dat na 3 weken er geen activiteit meer is. En dit is een maand geleden waren deze nanodeeltjes gelabeld. Nou, waarom doen we dit? Dat ga ik hier laten zien. Dit is een hele unieke scanner, een PET-MRI-scanner. Dat combineert MRI. MRI maakt beelden van de binnenkant van ons lichaam, vooral van zachte weefsels. En die is gecombineerd met een PET-scanner. Een PET staat voor positronemissietomografie. En dat is een methode waarmee we radioactiviteit kunnen afbeelden. Ik denk dat de meesten van jullie bekend zijn met een PET-scanner in de context van kanker. We kunnen heel nauwkeurig en heel kwantitatief kanker opsporen met PET-scans. Dan wordt er glucose, dus een suiker, geïnjecteerd. Dat suiker is radioactief gelabeld. Tumoren zijn metabool heel actief. Hè. Die cellen zijn als een gek aan het delen en hebben daarom heel veel voedingsstoffen nodig en heel veel suiker nodig. En we kunnen dus met een PET-scan en radioactief gelabeld glucose kunnen we tumoren karakteriseren, maar we kunnen ook uitzaaiingen opsporen. Nou, wat wij in het lab doen is niet suiker labelen, maar nanodeeltjes radioactief labelen, omdat wij die nanodeeltjes met behulp van dit soort scanners willen afbeelden. En wat kunnen we daar dan mee? Als eerste kunnen we kijken wat er überhaupt gebeurt met die nanodeeltjes nadat we ze injecteren. Al die nanotherapieën die worden intraveneus geïnjecteerd in de bloedbaan. En we willen heel graag weten wat gebeurt er nadat we die nanodeeltjes injecteren. En we willen dat liefst in een levende patiënt doen of een levend model. En we willen dat op verschillende tijdstippen kunnen doen. We willen de kinetiek van de distributie van die deeltjes zichtbaar kunnen maken. Het tweede wat we met dit soort nanodeeltjes kunnen doen is heel goed ziekte karakteriseren. Nanodeeltjes zijn heel flexibel en we kunnen de oppervlakte van nanodeeltjes kunnen voorzien van allerlei moleculen. En ook moleculen die ziekteprocessen herkennen. Dus dan hebben we een nanodeeltje dat radioactief is, dat een ziekteproces herkent. En zo kunnen we dat ziekteproces kwantitatief afbeelden. En het derde, de laatste ontwikkeling in het lab, is dat we hiermee kunnen voorspellen met die radioactieve nanodeeltjes of een nanochemotherapie zal aanslaan. Laat ik nou eens met dat eerste beginnen. Wat gebeurt er als we die radioactieve nanodeeltjes of als we nanodeeltjes intraveneus infunderen? Dan ziet u hier een animatie. In paars zijn nanodeeltjes voor de intraveneus toegediend. Die gaan zich dan in het bloed distribueren over het lichaam. Dat ziet u hier. Nou, en dat is heel relevant, dat na injectie de verdeling van die nanodeeltjes over het lichaam, dat wordt biodistributie genoemd. En dat is een ander aspect, dat heet farmacokinetiek. En dat vertelt ons hoe snel dat gaat. En dat verschilt per nanodeeltje. We kunnen nanodeeltjes maken die heel snel worden geklaard en die door de urine worden uitgescheiden via de nieren. Dat kunnen we realiseren door die nanodeeltjes heel klein te maken, kleiner dan 5 nanometer. En we kunnen nanodeeltjes ook groter maken en optimaliseren, bijvoorbeeld rond de 100 nanometer, zodat ze heel lang in het bloed blijven. Soms wel tot 3 dagen. En dan geven die nanodeeltjes heel lang de mogelijkheid
om een ziektegebied te bereiken. He, dus kleine nanodeeltjes worden heel snel geklaard en die worden uiteindelijk uitgescheiden via de urine. Grotere nanodeeltjes circuleren veel langer en die blijven dus heel lang in het bloed en krijgen zo heel goed de mogelijkheid om bijvoorbeeld een tumor te bereiken. Een ander aspect van nanodeeltjes is dat je heel veel chemie kan bedrijven aan nanodeeltjes. We kunnen de oppervlakte van nanodeeltjes coaten om ze nog langer te laten circuleren, om ze nog beter de mogelijkheid te geven om met een ziekteproces een interactie aan te gaan. Nou, hier ziet u een PET-MRI-scan. We hebben net die scanner gezien, dat grote apparaat. Dat is een MRI gecombineerd met een PET-scanner. En wat u daar links ziet in grijswaarde, dat is de anatomie van een konijn. En dit is een levend konijn dat we in die PET-MRI-scanner hebben gestopt. En wat u ziet in rood en geel zijn de nanodeeltjes. We injecteren niet één nanodeeltje, we injecteren miljarden nanodeeltjes met één dosis. En wat je ziet is, en dat is een opname 72 uur na de injectie van nanodeeltjes, dat die nanodeeltjes voornamelijk ophopen in de lever en de milt. Hè, ongeveer op de helft van dat konijn. Dan zult u zeggen, dat is vrij beroerd. Hè, want je wilt dat ze naar een ziektegebied gaan. Dan kunt u ook herkennen de abdominale aorta. En dus is hier zo'n structuur zichtbaar in dit gedeelte van het konijn. En dan ziet hij een beetje een rode streep naar beneden. Dat is de abdominale aorta. In dit geval heeft dit konijn hart- en vaatziekte. Heeft aterosclerotische plakken in de vaatwand. En wat wij wilden bereiken met deze studie is dat we die nanodeeltjes specifiek laten ophopen in die aterosclerotische plak, zodat we die later kunnen gebruiken om die aterosclerotische plak te genezen. En wat u dus ziet is dat zelfs in die aorta, en dat zijn dwarsdoorsneden, in die kleine vierkantjes naast dat konijn, zien we dat die nanodeeltjes ophopen. En dat kunnen we dus zichtbaar maken, in dit geval een levend konijn, maar dat zou in principe ook in een patiënt kunnen. En daar hebben we voor de rest die PET-MRI-technieken voor nodig. En dan kunnen we dat doen op verschillende tijdstippen. En dan kunnen we zo inzicht krijgen in hoe die deeltjes die plak bereiken. Aan de rechterkant ziet u een 3D-opname. Dit is vrij snel na de injectie van die radioactieve nanodeeltjes. En dan bevinden ze zich nog in het bloed. Dan zijn ze aan het circuleren. Misschien kunt u herkennen waar we die injectie doen. In het oor. Ziet u dat? Ja, dus die nanodeeltjes, we vinden een vene in het oor van het konijn en die injecteren we zo, en dat is goed te herkennen. Ja, dus wat je in dat beeld rechts ziet is vrij snel na het toedienen van die nanodeeltjes, dan verdeelden die nanodeeltjes zich over bloed. Dus eigenlijk wat je hier ziet zijn de bloedvaten. Nou, ongeveer 0,1% van wat wordt geïnjecteerd van een normale druk, en dat kan een chemo zijn of andere druk, bereikt de plaats van bestemming. Zoals ik net heb laten zien bij dat konijn, hopen die deeltjes voornamelijk op in de lever en de milt. Ongeveer 90% of 80%. Maar wat we kunnen bereiken met nanotechnologie is dat we in plaats van 0,1% van wat we injecteren op de plaats van bestemming krijgen, kunnen dat 15. We hebben zelfs studies waar we laten zien dat we 15% van wat we injecteren op de plaats van bestemming terechtkomt. Nou, het tweede aspect, en de tweede applicatie van die radioactieve nanodeeltjes is het beter karakteriseren van ziekte. We kunnen namelijk aan de oppervlakte van die nanodeeltjes kunnen we ze een moleculaire postcode meegeven. Dat kan een eiwitje zijn, dat kan een peptide zijn, dat kan een andersoortig molecuul zijn. Maar dat zijn moleculen die specifiek een bepaald ziekteproces herkennen. Een bepaalde receptor die bijvoorbeeld een tumorcel wordt geëxpresseerd of een bepaald celtype. Dus dan hebben we een nanodeeltje dat we radioactief labelen, dat we vervolgens voorzien van een molecuul dat specifiek een ziekteproces herkent. En als we dat injecteren, migreren die nanodeeltjes naar dat ziekteproces. En omdat ze ook radioactief gelabeld zijn, kunnen we dat ziekteproces afbeelden. Dus dit is een opname, een studie gedaan door een collega van mij uit Boston. Ze hebben hier dextraan nanodeeltjes ontwikkeld. Dextraan is een polymeer van glucose, van suikermoleculen. En dat hebben ze geformuleerd in een nanodeeltje. En dan blijkt dat nanodeeltje vanwege die samenstelling heel specifiek ontstekingscellen te herkennen. Nou, als je die dextraan nanodeeltjes dan vervolgens ook radioactief maakt, migreren die nanodeeltjes naar die ontstekingscellen. En omdat ze radioactief zijn, kun je heel mooi zien,
hier in de aorta van een, in dit geval een muis met hart- en vaatziekte, dat die deeltjes daar ophopen en dat is specifiek gerelateerd aan het ontstekingsproces in dit geval in deze muis. Nou, waarom is dat interessant? Dan kunnen we in levende organismen kunnen we die ziekteprocessen afbeelden. Dat is heel relevant. Hoef je niet, wat noemen we ex vivo, te doen. We kunnen dat in vivo doen, in levende organismen. Kunnen we heel goed die ziekte karakteriseren. Dat kan op een kwantitatieve manier. Maar dan kunnen we ook de effecten van therapie heel mooi bestuderen. In dit geval een levende muis. Dus als we dan een nieuwe therapie ontwikkelen voor hart- en vaatziekten, dan kunnen we in levende muizen met behulp van radioactieve nanodeeltjes, dat in vivo imaging, die PET-imaging, kunnen we het ziekteproces goed in beeld brengen en dan kunnen we de effecten van de nieuwe therapie goed volgen. Dan als laatste, dit buisje bevat Doxil. Doxil is de eerste nanodeeltjesformulering die is goedgekeurd voor klinisch gebruik in 1995. Doxil is een nanodeeltjesformulering van doxorubicine, dat is chemokuur. Dat is echt rotzooi, dat zorgt voor ontzettend veel nare bijwerkingen. Voornamelijk op het hart. Het kan hartspier beschadigen, dat induceert hartfalen, kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken. En door doxorubicine, heel veel van die moleculen, nou in te pakken in een nanodeeltje, kunnen we de bijwerkingen van doxorubicine verlagen. Helaas is het zo dat niet elke patiënt waarbij doxorubicine een indicatie is, voordeel heeft bij de nanoformulering van doxorubicine. Dat varieert namelijk enorm per patiënt. De effectiviteit van nanotherapie in patiënten kan enorm verschillen. Nou, daar hebben we over nagedacht van hoe zouden we nou, voordat we überhaupt een patiënt gaan onderwerpen aan die verschrikkelijke chemotherapie, kunnen bepalen of een patiënt baat gaat hebben bij die nanotherapie. We willen het eigenlijk voorspellen. Voorspellen op een individuele basis. Nou, hier ziet u een patiënt waar een Doxil is toegediend. En zoals u ziet bij die pijltjes, dat hoopt op in de tumor. En dus deze patiënt heeft trouwens heel vergevorderde kanker, dus die zal het niet heel lang meer hebben overleefd. Maar in deze patiënt heeft tumoren bij die nanodeeltjes ophopen. En dat weten we vanuit dit soort scans. Nou, wat we nu hebben ontwikkeld is wat we noemen nanoreporter technologie. Dat is de volgende slide. En daar hebben we in muizen met borstkanker, identieke borstkanker, dat zijn dezelfde soort muizen, dezelfde soort kanker, zie je enorme verschillen in de opname van die radioactieve nanodeeltjes. En daarmee kunnen we dus voorspellen dat die muis aan de linkerkant, misschien is het een beetje lastig om te herkennen wat het tumor is, maar dat zijn die ronde vlekjes linksonder. Dat zijn drie muizen. Je ziet ook de lever en de milt. Maar bij die muis aan de linkerkant ziet u enorme opname van nanodeeltjes. Dat ziet er heel geel uit. En bij die andere twee muizen is dat een stuk minder. En we hebben die muizen gevolgd na de behandeling. En we zien inderdaad dat die muis links wel baat heeft bij nanotherapie. En dat we de tumorgroei heel efficiënt kunnen remmen. Terwijl bij die andere twee muizen dat niet het geval is. Dus met behulp van die radioactieve nanodeeltjes kunnen we voorspellen welke individu baat gaat hebben bij die chemo-nanotherapie. Dus wat ik heb laten zien is dat wij radioactieve nanodeeltjes gebruiken om beter te begrijpen wat die nanodeeltjes doen in het lichaam en dat met imaging af te beelden. Om ziekte heel nauwkeurig te kunnen karakteriseren en effecten van therapie te kunnen volgen. En om te voorspellen of nanochemotherapie zal aanslaan. Ja, ik zou nou wel graag willen zeggen dat wij met nanotherapie enorme vooruitgang gaan boeken in de patiëntenzorg. Dat is niet aan mij, ik ben een onderzoeker. Maar wat ik wel hoop dat ik heb overgebracht, is om te laten zien hoe divers, hoe groot de verscheidenheid is in dit vakgebied. We werken met mensen die radiochemie doen, dus die maken die nanodeeltjes radioactief. We werken met mensen die heel goed zijn in imaging, die heel goed zijn in beeldverwerkende technieken. We werken met mensen die heel goed zijn in oncologie. We zijn mensen die goed zijn in diermodellen van hart- en vaatziekten. En als team werken wij eraan, allemaal om iets heel kleins, namelijk die nanodeeltjes, om daar iets heel groots van te maken.
En ik hoop dat ik u daar ook enthousiast voor heb gegeven.